Caprino Allendi, 24 oktober 1952, Niki Tapanahoni, 6 november 2020, Paramaribo. Gedreven onderwijsman, eerste Maron vicevoorzitter parlement. Caprino Cap Allendi, geboren in Niki aan de Tapanahoni rivier, behaalde in 1974 zijn hoofdakte. Hij bezat ook de LO-akte geschiedenis en gymnastiek. Allendi had een glansrijke onderwijscarrière. Hij was één van de grondleggers van de LBGO Mulo Tatakolin in Coroni, waarvan hij het eerste bevoegde Maron schoolhoofd werd, 1984 tot 1986. De openbare Mulo Latour in Paramaribo, die een slechte naam had, werd onder zijn leiding, 1988 tot 2013, een topschool. Allendi streefde naar verbetering van de sociaal-economische achterstand van de Marons en ging daarom in de politiek. In 1977 werd hij bestuurslid van de Bosneger Eenheidspartij, die in 1987 hernoemd werd tot Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP. In 2005 werd Allendi als eerste Maron vicevoorzitter van het parlement, de Nationale Assemblée. Van 1995 tot 2015 was hij met tussenpozen lid van de staatsraad. Na 25 jaar zwaaide hij in 2012 af als BEP-voorzitter en werd benoemd tot erevoorzitter. Allendi kreeg de Gramang Gazon Matoja Award 2015 en werd benoemd tot commandeur in de ereorde van de Palm 2018. De Mulo Latour werd hernoemd tot Caprino Allendi Mulo School in 2021.